Wat je doet, je zet hem ongeveer ter hoogte van je navel. Want je trekt het touwtje ook naar je navel toe. Nou, waarom vind ik dit een effectieve oefening? De meeste mensen die pull-oefeningen doen, zoals een pulley die je daar ziet, of een leg pull-down, of een dumbbell roll, of een barbell roll. Kijk, dat zijn allemaal best wel populaire oefeningen. Maar het voordeel van deze oefening is namelijk dat je hem iets verder door kan voeren dan normaal. Namelijk, als ik hem naar mijn navel beweeg, dan kunnen mijn handen door mijn lichaam heen, als het ware. Weet je, die kunnen verder dan dat. Normaal gesproken, als je een barbell gebruikt, dan stop je bij je navel. En het is ook gewoon even een behoorlijke variatie op wat je gewend bent. Dus wat je doet, nou, hij staat ter hoogte van mijn navel. Je gaat steady staan, buik aangespannen, schouderbladen naar voren. En je trekt hem naar je navel toe en je laat hem rustig terugkomen. Schouderbladen trek je naar je BH-bandje toe, schouderbladen naar voren. En dat is wat je doet, dat is wat je rugspieren doen. Want deze oefening traint het onderste gedeelte van je trapezius, het middelste gedeelte van je trapezius en je rhomboïdius. En die doen dit, ja. Het bovenste gedeelte van je trapezius, die wil je eigenlijk uitschakelen. En wat ik soms zie bij mensen die pull-oefeningen doen, is dat ze eigenlijk heel erg met hun schouders omhoog oefeningen aan het doen zijn. Nou, dat is zonde, want je wilt het onderste gedeelte van je trapezius trainen, niet je bovenste. Dus dat is een beetje de bedoeling. Ik zal het nog één keer uitvoeren. Steady staan. Trek hem naar je navel toe. Rustig terug laten komen. Schouderbladen naar voren. En je trekt hem eigenlijk door je lichaam heen naar achter. Schouderbladen beweeg je helemaal naar achter. Op deze manier. Dit doe je. Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste om te doen. En de grootste fout, of fout struikelblok, wat ik meeste mensen zie doen, is eigenlijk pull-oefeningen zoals dit. Dan halen ze eigenlijk heel veel uit hun armen, heel veel uit hun biceps. Ja. Dit lijkt ook op roeien, maar het is eigenlijk wat je dat wil doen. Ja? Vonden jullie dit wat? Prima, doe van hem een duimpje omhoog. Voelt helemaal niks? Laat het me ook weten, dan ben ik ook zeer benieuwd. En ik zie jullie de volgende keer weer. Tot later. Hey, ik ben trainer Tom. En wil je geen aflevering meer van mij missen? Klik dan hier om te subscriben. Of ga naar mijn website.